Mama uil en baby uil, die zitten in een boom en slapen. Baby uil is aan het wiegen, heen en weer, heen en weer. Maar, oh-oh, hij valt van de boom. Oh nee, hij wordt ook meteen wakker. Oh, zie je dat? Boink, 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 boink. Valt hij zo naar beneden. Oh, arm uiltje, oh nee. Kijk, Jonathan, hij ligt daar op de grond. Nee. Maar wie ziet hem daar? Oh, hij heeft een beer en een kikker. Heel goed gezien. En wie is dat? Een eekhoorn. Oh, eekhoorn ziet het uiltje liggen. Die ligt daar op de grond. Oh. Gaat het? Vraagt de eekhoorn. Ik ben mama kwijt. Piept kleine uil. Hoe heet die even ook alweer? Is het baby uil. Nee, die heeft die ook een naam. Klein uiltje. Dat is een grappige naam, hè? Klein uiltje. Dan gaat het? Vraagt de eekhoorn. Ik ben mama kwijt. Piept het kleine uiltje. Geen paniek, vriendje. Ik vind jouw mama wel. Hoe ziet jouw mama eruit? Kijk. Wie staat er? Mama is heel groot. Zo groot, zegt de kleine uil. Ik weet het, roept de eekhoorn. Kom maar mee. En de eekhoorntje rent snel weg met het uiltje. Gevonden. Tada, daar is jouw mama. Kijk. Is dat zijn mama? Nee, piept het kleine uiltje. Dat is mama niet. Mama heeft puntige oren. Kijk. Zo. Kijk wat hij doet. Kijk wat hij doet. Doen jullie dat ook? Puntige oren. Nee, gaat niet doen. Gaat hij dat niet doen? Oké. Nou, het eekhoorntje rent weer. Ik weet het. Roept de eekhoorn. Kom maar gauw mee. Oh, lief uiltje. Kom maar gauw mee. Gevonden. Hier is jouw mama. Nee, dat is een eekhoorntje. Is dat een eekhoorn? Dit is een eekhoorn. Dat is niet een eekhoorn, toch? Wat is dat? Een eekhoorntje. Dat is een haasje. Nee, eekhoorntje. Dit is een eekhoorntje bij de start. Nee, dit is een eekhoorntje. Dit is een haasje. Oh, is andersom. Zie je dat? Nee, dit is een eekhoorntje. Dit is een kleine uil. Dat is mama niet. Mama heeft grote ogen. Hele grote ogen. Kijk daar, net als deze. Kijk die. Die hele grote ogen. Kijk zo. Zie je zo? Doet ze. Wil je grote ogen maken? Zo. Kun je grote ogen maken? Zo. Hele grote ogen. Oh. Ik weet het. Roept de eekhoorn. Kom maar gauw mee. Gevonden. Hier is jouw mama. Is dat de mama van de eekhoorn? Nee, dat is een kikker. Is de mama van de uil? Dat is een kikkertje en dat is een eekhoorn en dat is een uiltje. Oh, dat is klopt, ja. Nee, piep je kleine uil. Dat is mama ook niet. Dat is een kikkertje. Ja, mama is echt kwijt. Mama is weg. Jongens, wacht toch eens even, zegt de kikker. Ik weet waar jouw mama is. Kom maar mee. Oh, ik krijg allemaal kusjes van baby uil. Is hij zo lief? Loop maar met me mee. Kijk, het verhaaltje gaat verder. Zie je dat? Jouw mama is overal aan het zoeken. Kijk. En ze rennen door het bos. Is dat jouw mama? Ze wijzen allemaal. Ja, zie je dat? Kijk, ze wijzen allemaal. Met een vinger. Met een vinger. Ja, joepie. Daar is mijn mama. Mijn mama is daar. Joepie. Oh, Jonathan, wat een kusjes van baby uil. Heel erg bedankt, jongens, zegt mama uil. Gaan jullie mee naar ons nest? Ik heb koekjes. Ja, graag, zegt de eekhoorn. Wij vinden koekjes het allerlekkerste. Oh, allerlekkerste dat er is. En ze gaan mee, de eekhoorn en de kikker. Met mama uil. En baby uil, dus ze zijn lekker aan het smikkelen. Maar wie ligt daar weer met zijn ogen dicht? Die is niet aan het smikkelen. Wie is dat? Een baby uil. Ja, baby uil is zo moe geworden dat hij weer in slaap is gevallen. En wat gaat er nou gebeuren met de baby uil? Uh-oh.
Hij valt weer. Gaat hij weer vallen? Oh nee toch, hè? Moeten we straks opnieuw het verhaaltje voorlezen? Wat gebeurt er weer? Kijk, net als deze. Daar viel die ook, hè? Uh-oh. Boink, 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 boink. En toen was het verhaaltje nog uit. Nog eentje. Nog één? Moet ik nog een verhaal voorlezen? Ja, over de tijd. Over de